Hallo iedereen, ik ben Dumbledore six van Dyfneke terug in Let's Play Towers, aflevering 33 als ik me niet vergis. En, ah, uh, oh, wereld 46 nog altijd. Ik wijs ook dat de volgende afleveringen ook altijd op deze wereld zullen zijn. Want uh, er is een serieuze evolutie tegenover de vorige aflevering. Als we eerst eventjes kijken naar het totaal, uh, we gaan daarna dorp per dorp bekijken. Kunnen je zien dat we met 7.766 zitten en zeggen, oeh, wow. uh, dat is wel veel voor twee dorpen. Nee, want we hebben er eigenlijk drie... Uh, ik ga even gecombineerd nemen, zo. We hebben, oh zo mooi, uh, drie dorpen. Ik heb een derde persoon uh, geëdeld tegenover de vorige aflevering. Um, het derde dorp bevindt zich hier. En had iets van 2.100 punten of zo toen ik het edelde. Uh, dus... Uh, de dorp is uh, nu van mij. Ik heb er mooi drie. Uh, dat was een paar dagen geleden. Um, en blijkbaar vraagt hij voor een bescherming. Uh, op. Het was ja, uh, drie dagen geleden voor mij. Uh, en uh, waarschijnlijk gaat het nog eentjes duren voordat ik like, een ander dorp edel. Maar dus ja, drie dorpen. We gaan eentjes overlopen. Een voor, uh, allee, de dorpen overlopen één voor één. Wat is er vooral veranderd? Um, de grondstoffen staan nog altijd op 24. De muur daarentegen is wel een gaat naar 20. Als is, is er naartoe aan het gaan. dan neemt wat tijd, de muur. Dat is nogal een traag gebouw. Um, waarom nu naar 20 aan het gaan? Om een betere verdediging te hebben. Aangezien dat we nu wel defense hebben staan. Ze staan nu wel in, in een ander dorp. Maar in geval van dat ik mezelf moet gaan verdedigen, um, heb ik een deftige muur. Uh, sorry. Vervolgens uh, zijn deze gebouwen, ja deze zijn toch naar 15 gegaan, uh, voor de rest niet zoveel veranderd, buiten dat de marktplaats naar 13 is gegaan, om gemakkelijker uh, grondstoffen te kunnen uitwisselen. En dat er boerderijen naar level 25 is gegaan, en die gaat waarschijnlijk binnenkort ook naar 26 moeten gaan, want het begin stiltjes aan vol te gaan. we hebben nog 1000 plaatsen, uh, maar het gaat toch stiltjes aan vol. En voor de rest, en dan veel aanval onderweg. Um, qua troepen hier, uh, meer dan 1000 lichte cavalerie. Dus daar zitten we goed. En uh, we gaan naar de 3000 uh, bijstrijders. Dus dat zit uh, heel goed zelfs. Uh, qua bijlstrijders, Want bijstrijders zijn heel belangrijk, Ze zijn heel krachtig. <coughs> Ik ben hier zo half men Stem aan het verliezen. Ik ben een beetje ziek aan het worden. Het is winter natuurlijk. Het begint toch winter te worden. Uh, slecht weer buiten, dus daarmee. Ik ga mijn microfoon iets dichterbij zetten. Ja. Uh, vervolgens het tweede dorp. Ja, de defenstroepen bouwen zich verder op. Het is vrij traag nog. Ik zou eigenlijk, en ik ga dat waarschijnlijk nu doen, uh, nu dat er wat grondstoffen zijn, um, de kazerne naar boven brengen. Om zo een, een snellere productie te hebben, want die defenstroepen moeten snel snel naar boven ik heb er nu, ik zie 450 van elk. Er staat nog gewoon in de rijings, dus we gaan naar 500 en dan zelfs 100 boogschieters, want ik heb de boogschieters uh, ontwikkeld. Waar staan ze? Daar. Um, de rest moet ik ook nog naar level 2 brengen, spet. Al ja, dat kost wel grondstoffen en natuurlijk een defensieve dorp farmt niet, dus heeft minder inkomsten qua grondstoffen. Dus eigenlijk moet ik mee gaan wisselen met de andere dorpen, wat dan nog wel lastig is. Um, om te gaan doen. dus uh, Hier is de groei veel trager, eigenlijk. Uh, bij het Defensdorpje. Wat op zich niet echt het grootste probleem is. Je moet er gewoon voor zorgen dat de troepen blijven draaien. Dat is het belangrijkste. De gebouwen, dat is iets anders natuurlijk. Hier staat de nu op 16. We moeten op termijn wel hoger. Uh, boerderij, ook sowieso. Want, boh, uh, deze is ook al bijna vol. Dan hetzelfde hier. Maar dan het laatste dorpje dat we bijgekregen. Wat is er daar? Uh, maar veranderd verandert niet echt, want het is een nieuw dorp. Uh, we hebben dus uh, een boerderij op 18 uit. De marktplaats stond gelijk op level 2. Het was een raar, echt rare uitbouw. Als iemand een trusje was voor een aardelzoen, maar geen marktplaats had gezet. Alleen geen hoge marktplaats. Uh, de muur had ik volledig plat gegooid. De boerderij had ik vrij hard plat gegooid. Dus die heb ik allemaal moeten uh, heropbouwen. Voor de rest. Uh, niks zo speciaals. Uh, de grondstoffen staan vrij hoog, dat wel. Um, Spijtig genoeg de troepenproductie. Uh, oh ja, hij gaat vrij traag omdat de stal vrij laag is, dus ik ga er waarschijnlijk nu omhoog zetten zoals, uh, omdat dat vrij dringend is. Uh, ik ben even bekijken, ja. Um, ik ga twee levels van elk en zo nog een level stal bijvoegen. Um, hier draaien de bijlstrijders constant ook. Ik ga zelfs van naartoe toevoegen, want dat is bijna gedaan. Uh, dus dan zijn we weer een voor een tijdje goed. Lichte cavalerie draait soms en, uh, soms en soms niet. Hangt een beetje vanaf um, hoeveel grondstoffen dat ik, dat ik in dit dorp heb. Het voordeel is wel dus, uh, dat de grondstoffen hier snel binnenkomen. Dat like, uh, de dorpjes in mijn buurt. Uh, Ga farmen zoals mijn ander dorpje doet, dus dat is wel een voordeel. Dus we hebben eigenlijk nu twee offense dorpen en één verdedigingsdorp um, om nu nog snel te eren. Het aantal verdedigingsdorpen gelaten was stijgen, maar nu wil ik eigenlijk nog snel mensen kunnen kleren. Toestemming is bij de way op 95, dus toch niet volledig. Uh, Wat op zich niet echt een probleem is, want nu 95 is uh, bijna op maximum dus dat was het overzicht van uh, deze oze mooie dorpjes. Um, ja ik ga eventjes het het edelte want dat heb ik nu niet getoond edels uh, dus dat was uh, boots army dat ik heb geedeld uh, dat was heel simpel uh, een simpele aanval, iemand die zich niet verdedigde dus uh, dat was gewoon één edelman spijtig genoeg ik wou er liever twee hebben uh, maar die was zo gemakkelijk om te farmen en dan waren er waren gewoon 2000 punten die daar lagen en ik dacht ik ga het dorpje nu gaan overnemen voordat iemand anders het overneemt. Want dat kan vrij snel gaan. Als je een persoon cleart uh, en hij heeft vrij veel punten, best dat je het instant uh overneemt. Vervolgens, ja, er zijn wel dingen veranderd tegenover de vorige keer. Uh, ben ik deze speler aan het aanvallen? Uh, we gaan naar het dorpsoverzicht. Ik heb een eerste aanval allee, met verkenners gestuurd. Held dit van troepen, dus vrij gemakkelijk om uit te schakelen. Weinig verlies aan mijn kant, misschien 200 300 man. Uh, nee, dat wou ik niet doen. Uh, ik wou dit doen. Zie En dan heb ik hem aangevallen Spijtig genoeg heeft hij gewoon zijn burgerwerk opgesteld. Een paar verliezen gehad, maar dat is te compenseren met de grondstoffen die ik heb geplunderd. Ik heb al zijn muur volledig naar beneden gehaald. Dus dat probleem is al van de baan. Uh, zijn muur is heel laag en nu val ik hem weer al aan uh, met mijn eerste dorp waar mijn klering staat. Uh, binnen 55 minuten is alles in orde. Um, om hem probeert te kleren, ik hoop het, anders plunder ik hem weer. Uh, dat is een optie. Um ja, voor de rest heb ik ook een beetje gekeken in de regio. Uh, wat mogelijke targets zijn, maar het is nogal moeilijk om deftige de targets te winnen. We hebben deze, deze, deze en deze. Uh, spelers dus uh, twee, drie spelers, want die heeft twee dorpen. En um, deze is ook een optie. Deze is ook een optie. Uh, die heeft wel twee dorpen, maar ik, waarschijnlijk gaat die offense. Um, Oké. Okay. Mededeling van uh, Steam, um, en voor de rest, ja, uh, een paar dorpen die kan ik niet aanvallen omdat die verdedigd wordt door deze. En die heeft zes dorpen, dus dat is toch iets groter dan ik. Nu dus zijn er opties, maar je gaat zeggen: uh, die oranje bolletjes, dat was toch mijn stam. Ja, het was mijn stam wel degelijk. En nu zijn de blauwe bolletjes uh, mijn stam, dus ik ben eigenlijk gewisseld van stam. Uh, de blauwe bolletjes, uh, de vroege oranje <coughs> bolletjes waren de. Uh, stam waar ik naartoe wou gaan, ik ben mijn stam echt volledig aan het verliezen. <coughs> en de uh, bolletjes nu waren voor de blauwe bolletjes, Dus mijn stam, maar mijn stam was niet de meest actieve, kunnen zien 44.000 tegenover mijn stam, dat nu toch 85.000 punten heeft, dus twee keer zo groot, um, is toch wel beter. Dus dat wil zeggen dat ik die speler eigenlijk uh, binnenkort ga aanvallen. Waarom? Dat hij waarschijnlijk offens aan het gaan is. En we kunnen dat zien aan zijn spelersprofiel. Dat hij een vrij hoge aanvalswaarde heeft, maar verdediging nog niks. Dat wil zeggen dat hij nog nooit heeft moeten verdedigen. Uh, het kan zijn dat hij uh, verdedigingsstoepen heeft, maar gezien dat hij op een moment vrij veel aanvals had, nou, uh, OD aanval heeft, vond ik dat hij ook al aanvalsstoepen heeft. Dus is dat mijn target. Maar voordat ik die kan aanvallen, moet ik eerst een goud moeten slaan en een mannen produceren. En dat is een vrij traag proces. Het... Uh, het halen van grondstoffen en zo uh, is nogal traag omdat de farms tegenwoordig traag zijn. Daarmee dat ik nu een nieuw speler aan het ben om beter te kunnen farmen. <tus> dus Als we naar de stad kijken, um, kunnen we zien dat we ja, de laatste dagen veel minder hebben. Um, hier heb ik zelfs geedeld, uh, ge maar vanaf mijn, uh, dat ik het andere dorp had geedeld, zijn mijn farms veel lager omdat ik geen spelers meer aanviel, allemaal bewaardorpen. En die bewaardorpen brengen veel minder op. En die 50.000 grondstoffen die ik misloop, zijn nogal pijnlijk eigenlijk. Um, ja, ik zit nu onder, onder de 100.000 en waarschijnlijk gaat het vandaag niet meer dan dat zijn. Het is wel een mindere. Ja. <coughs> Voor de rest van de stad zou ja, je kunnen zien dat we uh, hier onze adelshoeven kregen. En dan op één dorp een ander dorp dat veel meer punten waard was. Uh, dus een serieuze stijging qua punten voor de rest een uh, trage lopende oh ja, oh, naar boven gaan de lijn. Waarom? Omdat ik op mijn gemak niet aan het opbouwen ben, vooral de troepen aan het doen ben. Die troepen draaien nu 24 op 24, uh, toch de dingen. Um, de de bijlstrijders zijn toch, en de Defense zijn vooral, vooral aan het draaien. Uh, voor offense moet ik nog wat zien, maar ik ben ook aan het sparen voor goudmunten, dus dat is wat moeilijk om te weten waar ik mijn grondstoffen moest moet steken. Dus ja, uh, twee dorpen veresten aan elkaar, dat is niet de meest ideale manier om te edelen, maar uh, ik dacht toch dat dat het het beste, allee, op dit moment de beste manier was om te doen, want anders was er een probleem dat iemand anders het dorp kon overnemen. Um, ja, vervolgens punten van de stam, een nieuwe stam. Uh, ik ben... Die dag, denk ik, in de stam gegaan of zo. Ik niet, meer. niet zo lang geleden. Uh, stijgt nog altijd. Buitengewoon grondstof hebben we al gezien. Verslagen eenheden, zo hier en dan wat meer. Uh, niet zo speciaal veel eigenlijk. Hier de 300 uh, dingen. Uh, burgermarkt. En dan qua eenheden. We hebben er vrij veel bij gekregen de laatste dagen. Want ik heb enorm veel geïnvesteerd. Kunnen zien hier. In troepen, en dat zijn drie, drie balken die hier vrij hoog gaan. Dus ja, we gaan orde 500 per dag in productie. Dus dat is heel goed, want dat is belangrijk. Die troepen, vervolgens, ja, uh, hier de rush naar uh, edelmannen. Dan vandaag ga ik weer rush, al ja, rush niet, nu, nu. Nu niet, sorry. Uh, maar sowieso uh, de drie goudmunten slaan die nodig zijn vandaag. Uh, om toch een edelman te kunnen maken. Want nu het probleem is dat ik drie goudmunten moet slaan voordat ik één edelman kan maken. Dus dat begint serieus duur te worden. En ik wil graag twee edelmannen hebben. Dat wil zeggen dat ik daarna nog, nog vier goudmunten moet slaan. Dus dat ja, het is vrij duur. Uh, voor de rest is de niets speciaals. Als we eentjes naar mijn profiel gaan, kunnen we wel zien uh, dat deze serieus defense niet natuurlijk. Dus we zitten boven de 10.000 verslagen eenheden. Altijd leuk om te zien. Um, ook de mensen die ik heb geëdeld, blijkbaar waren dat twee van dezelfde stam. Dat hebben we niet eens gemerkt eigenlijk. Dan prestaties. We zitten over de 7000 geplunderde dorpen, dat is. En daarom veel eigenlijk. Ehm. <coughs> um, ja, ik plunder nu honderden dorpen per dag eigenlijk. Al gaat het soms wat sneller, soms wat minder snel. Um, aantal verslagen uh, tegen... tegenstanders. Ik heb al 50 verschillende aangvallend. Um, de vraag is, zou ik ooit aan de 100 geraken? Het zou me verbazen, want om nu hoger te gereiken, ben je toch wel moeilijk. Te zijn. Hier 10.000 verhonderde <coughs> eenheden overwonnen. muurlevels er is naar beneden. allee. Uh, veel muren naar beneden gaat, dus vrij hoog level zonder katas. Um, en vervolgens, uh, iets speciaals, nog hier beneden, we zijn boven de 5000 punten gegaan, dan krijg je een award um, boven de 5000 recruteerde eenheden, wat misschien ook belangrijk is hou andere op de plaatsen boven de 100, uh, misschien ook wel belangrijk om te zeggen en dan, ja, een nieuwe stam natuurlijk. Uh, hier, dus 9 december, ben ik naartoe gegaan. Uh, blijkbaar zijn zelfs mijn bevoegdheden en titels aangepast. Uh, ik wil dat dit geen probleem vormt voor de stam. Om te weten wie dat, punt, uh, wie dat prima kant heeft en niet. Uh, ik sta nu tweede van mijn stam, dus toch niet zo slecht. En als we eventjes naar mijn oude stam zouden kijken. Uh, eventjes hier. DSM. Ja, je kunt zien dat dan de laatste tijd vrij hard naar beneden ging. En ook vooral uh, dat ze de spelers die nul punten hadden niet we uh, weggededen, vond ik minder. Um, ik zou ook nummer 1 zijn geweest van de stam. Uh, wat eigenlijk niet zo goed is, want allee, ik zie zich. Uh, ja, zelf eerste staan vind ik minder. Ik, eh, ik heb altijd zo'n doel om uh, iemand boven mij te hebben om dus daar naartoe te gaan, want die groeit toch waarschijnlijk sneller. Hallo, uh, nog. Oh ja, we zitten vrij dicht bij elkaar. Ik zit nog altijd in de top van de stam, dus uh, het voordeel is zo dat mijn stam mij ook als oh ja, een goede aanwind ziet tegenover andere spelers. En persoonlijk gezegd, uh, zou ik het krijgen, ik het waarschijnlijk ook een keer een uh, forum zetten van de stam, uh, zie ik liever die spelers verdwijnen, want nu geen 1000 punten hebben betekent niks. Want ik farm nu al mensen onder de 3000 punten, dus op zich zouden deze allemaal farmdarpjes kunnen zijn, dus dat is nogal raar. Uh, om, het zo, allee, om zo zo'n lage spelers nog te hebben in de stam. Vooral onder 1000 1500. Uh, dat is vrij weinig, want op zo'n level heb je echt geen troepen. Uh, dus kun je niks betekenen. Er is geen aanwinst voor de stam. Uh, voor de rest ga ik eigenlijk niks meer tonen van zo. want dat gaat nogal gevaarlijk zijn eigenlijk. Uh, ik heb blijkbaar een nieuwe maar uh, Ik wil geen filters. Ik wil alle aanduiden. Uh, spijtig genoeg, ja, kun je kunt zien dat de farms nogal mager zijn. Uh, ja, deze zijn de farms dan tegenwoordig. Veel mensen farmen nog altijd in de buurt. Uh, de tijd dat er vrij veel speers zijn die op mijn level zitten, farmen we nog altijd enorm veel. En dus ja, minder alleen minder grondstoffen voor ons. in totaal, gaat zo zien. <coughs> En dan de ranglijst om te eindigen. Ik ben juist uit de twee, uh, top 200 gezakt. Uh, ik heb een hele tijd in zo de 175 gezeten. <tiedert> maar dat gaat snel natuurlijk. Uh, veel mensen edel nog. En als we eventjes naar rang 1 kijken. <tiedert> kunnen we zien dat uh, nummer 1 en zover in zit. 14.000 punten. Dat is echt gek hoeveel dat is. Dat is uh, superveel eigenlijk. Het gaat vrij snel naar beneden. Het zo een top die... Ze volgen elkaar wel vrij mooi op. Het is niet dat er zo'n groot verschil is tussen de spelers. Maar ja, toch? Dat er een groot verschil tussen 1 en nummer 25. Ook een beetje logisch, denk ik. Dat zijn de beste spelers die ook enorm veel tijd steken in dit spel. En dan qua stammen. Mijn stam zit natuurlijk weer beter dan de vorige. Um, 85.000 punten tussen zijn, top 20. Um, maar dat varieert hier vrij snel, want hier een speler bij of minder, dat kan veel. Uh, uitmaken. Gemiddeld per speel 3000 punten, dat is een van de laagste, spijtig genoeg. Uh, en dat ligt vooral omdat er een paar speelers het gemiddelde naar beneden halen. Uh, dus dat is toch een mindere. Um, en vervolgens, een dorper een uh, dus 2300 gemiddeld per dorp is ook vrij laag, en dat is weer al door die paar speelers die weinig punten hebben. Uh, dat haalt het gemiddelde toch serieus naar beneden. Uh, dus toch, ja, een mindere. De stam waar ik eigenlijk echt naartoe wil is deze. Um, niet uh, gelukt om daarin te geraken. Oh ja, ik heb het gevraagd, maar pff, geen echte reactie. Daar zou ik ook niet zo hoog hebben gestemd. Dan zou ik eigenlijk in de, niet in de top 20 geraken van de stam. Wat ik op zich niet zo'n probleem zou hebben gevonden. Want dat is eigenlijk, zoals in de vorige aflevering gezegd, dat zijn al die litblauwe. Uh, zijn die de Adams Family? En ja, dat is nogal gevaarlijk om zo'n spelers dicht bij mij te hebben. Dus ik moet me binnenkort daarop voorbereiden. Want uh, natuurlijk, dankzij de radius, uh, het radius systeem valt je niet zo ver aan. Maar binnenkort, ja, deze zit binnen mijn radius, dus hij, uh, ik zit binnen zijn radius, hij kan mij aanvallen. Waarschijnlijk zijn. Uh, met een derde dorp daar weer wel buiten, dus echt wel een voordeel. Maar ik zit zo op de grens tussen die twee stammen, dus dat is wel een minder um, Ja, Ja, dus is zo. Weer een vrij lange aflevering. Veel te vertellen. Uh, veel gebeurt er eigenlijk ook. Uh, sinds de vorige aflevering, en dat zijn eigenlijk maar een paar dagen. Dat er, uh, in het begin zijn de, uh, alle, gebeurt er enorm veel meestal op zijn wereld. Um, wanneer dat de volgende aflevering gaat zijn, geen idee. Want ik weet dat ik sowieso de volgende dagen weinig tijd ga hebben om op te nemen. Uh, dus het kan zijn dat we ineens zo een jump cut doen van een week of zoals 10 dagen. <laughs> dus uh, sorry daarvoor als dat ineens. Een serieuze evolutie kan zijn. Het kan ook zijn dat tegen de vorige keer dat ik opneem, volledig geëdeld ben geweest. Uh, die kans bestaat ook altijd, want dat kan heel snel gaan op zo'n beeld. Maar ik zou zeggen: een kleine like of comment is altijd welkom. En we zien elkaar terug in de volgende aflevering. Tot dan!